Vandaag gaan wij een bouwchallenge doen. Wie kan er beter bouwen? De meiden of de jongens? We moeten allebei een slaapkamer bouwen. En degene die het beste binnen 10 minuten de beste slaapkamer kan bouwen, die vindt echt een spectaculair iets in Minecraft. Iets waar je zoveel aan hebt in de survival. Dit wil je winnen. Och, ik wil het ook zo graag. En daarom gaan we echt ons best doen om te bouwen. En de tijd, wanneer start die ook alweer? Oh ja, nu! Oh, veel succes! Succes! Oké, we zijn uit de kal. Ik ga snel naar binnen. En Maisha doet de deur dicht. En hier hebben we dus een eigen ruimte om te bouwen. Maar ik ga net iets anders doen. Ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan doen. Oké, we hebben... Oeh, we hebben allemaal roze dingetjes. En eten. Ik heb heel veel eten nodig. Geef me eten. Ik ga namelijk stiekem naar Bob om te vragen of hij mij kan helpen met bouwen. Ik weet namelijk dat ik zelf nooit kan winnen door te bouwen. Dus ik ga gewoon naar Bob vragen. Bobby, mijn grote vriend. Was je lekker aan het spelen? Smikkelen. Jazeker, Bub is lekker Bubkern aan het eten. Dat snap ik, dat snap ik. En natuurlijk nog steeds naar de prachtige filmpost aan het kijken. Jongens, als je het nog niet gedaan hebt, haal je tickets voor de bioscoopvoorstellingen. Linkje staat in de beschrijving. Hier staan alle data en locaties in beeld. We hopen jullie daar te zien, want wij zijn op elke locatie aanwezig. Maar daar gaat het nu niet om, Bob. Ik heb jouw hulp nodig. Zou jij mij kunnen helpen net zo'n mooie slaapkamer te maken als die van jou? Natuurlijk kan Bub hier helpen. Nou, dat is fantastisch. Kom dan mee, want we hebben nog ongeveer 8,5 minuut om het te maken. Oké! Juist, en dan lopen we snel. We moeten snel bouwen. Bob, het gaat om snelheid. Kom dan, Bob! We hebben 8 minuutjes. Hey! Bip party! Bip dancer! Weet je wat ik zag? We hebben konijntjes. We gaan gewoon een konijnenhokje bouwen. Dat gaat hij nooit verwachten. Wat denken jullie? Ben ik beter? Oh, ik heb er 60 gebouwd. Oh nee, ik heb er veel te veel gebouwd. We gaan het gewoon de centerpiece, het pronkstuk van de kamer, gaan we het maken. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik wil een vals spelen. Ik bedoel, ik heb jouw hulp nodig. Gewoon omdat ik een mooie kamer wil. Kom snel binnen. Maar... moet Bub Mercia niet Urk helpen? Ja. Misschien later, Bob. Ik heb een idee. Weet je wat? Ik ga deze kamer... Zou jij voor mij... We hebben hier wat spulletjes. Ik pak deze en deze. Zou jij misschien voor mij hier een woonkamertje kunnen maken? Dat we hier zo daarachter een woonkamer maken. Denk aan een bank en andere dingen. Zou je daarbij kunnen helpen en dan laten weten als het gelukt is? Jazeker kan Bub dat! Bob, je bent een toppertje. Dan ga jij daar lekker aan de slag. Doe ik deze deur dicht en ga ik hier aan de slag. Want ik moet natuurlijk ook gewoon zelf iets gaan bouwen. Een slaapkamertje. We krijgen dus echt een woonkamer. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. Maar ik ga ondertussen hier gewoon aan de slag. Oké, dit is wel heel cute. En dan zo. Oh, kijk nou. Dit is wel echt heel schattig. Maar het past net niet. Zie je dat? Het past echt... Het ziet er wel een beetje raar uit. Misschien moeten we dat andere kantje... We gaan dit weghalen. Een beetje bloemetjes. Kijk, dat we gewoon zo doen. Zo, hier eromheen. Dit is pas decoratie. Oh, het is klaar! Het is klaar? Nu al? Dat meen je niet, Bob. Oh, Bob, dit is perfect! Oh, er liggen hier nog... Oh, deze aardappels die moet je wel weglaten. Want anders weet Maisha straks dat ik vals heb gespeeld. Super! Oh, we hebben nog 6 minuten. Bob, zou je me nog iets kunnen... Zou je een gamekamer? Dat is perfect, toch? In een slaapkamer, dat je een woonkamer hebt en een gamekamer. Is niet logisch. Zou je dat kunnen maken? Dat we gewoon hier... Kijk, haal ik dit gewoon weer weg. Kijk eens eventjes. Doen we gewoon een extra kamer. Daar hebben we toch de ruimte voor. Zou jij hier... achter nog een gamekamer kunnen maken. Natuurlijk kan Bub dat. Tot zo. Oké, tot zo, Bob. Succes met wat? Kijk dan naar deze ruimte. Dit is bizar. Ik heb pas net een bed. Ik heb pas net een bed en Bob is al gewoon zo ver met bouwen. Dit is super vet. Dit gaan de konijntjes leuk vinden. Dan hebben ze toch een beetje een buitengevoel. Oh, daar kan hij niet in. Oké, dan doen we nog een tulpje. Oké, waar zijn de konijnenhoofdjes? We moeten ze plaatsen in ons nieuwe konijnenhokje. Voor de mensen die het misschien niet weten. Maar we hebben ook in het echt hebben konijntjes. Waar ik helemaal dol op ben. Hier kunnen we... Oh, kijk nou. Oké, dit is wel echt heel cute. Kijk. Oh, dit vind ik vet gezellig. Dit is leuk. Dit is mijn slaapkamer, dus we moeten ook een mooi bed maken. Ik ga trouwens even kijken hoe ver Maisha al is. Of dat een beetje mooi is of niet. We gaan het mooi maken met allemaal van die... Oeh, dat is nog helemaal leeg. Oeh, dat heb ik vanmorgen. Oh, dat is leeg. Ze had wel fans. Hé, Bob, Bob, pas op. Ik had net de deur open, Bob. Wat een mooi bed is dit. Dat is een mooi bed. Je moet aan de gamekamer bouwen. We hebben nog maar een paar minuten. Huh? Maar de gamekamer is al af. Wat? Oh,
maar dit gaat super onrealistisch. Ik kan niet zoveel hebben. Oké, wacht even. Laten we heel eventjes kijken. Oh, over gamekamers gesproken. Deze video is gesponsord door Alternate.nl. Want als iemand toffe gear heeft voor je gamekamer, dan zijn zij het wel. Hier zie je bijvoorbeeld een Thunderstorm by Alternate Game PC. En geloof me, hiermee kan je goed gamen. Er zit hier namelijk een krachtige Intel Core processor in. En een super goede Nvidia RTX grafische kaart waarmee je knijtershard kan gamen. En dat niet alleen, hij heeft ook RGB verlichting waarmee je superleuke lichteffecten kan instellen. En dat is wat mij betreft wel een must in een gaming PC. En wil je nou het hele assortiment van dit soort beestachtige PC's zien? Check dan alternate.nl/thunderstorm. Oh, en nog iets anders. Het allermooiste aan deze gaming PC is dat jij hem gratis kan winnen. Het enige wat je hoeft te doen is Alternate te volgen op TikTok en een comment achter te laten op hun laatste post. Dat is het. Je kan het linkje vinden in de beschrijving en in de comments. En geloof me, dit is echt de allermakkelijkste manier ooit om zo'n dikke gaming PC te winnen. Dus doe het zeker eventjes. En nu snel terug naar de video. Oh, Pop. Nee, Pop, je moest deze aardappels opruimen. Anders weet Maisha dat het niet klopt. Oh, heeft hem. Kijk eens even, de merch, jongens. Kansenshop.nl, prachtig. Je hebt gewoon een merchhoekje. Oh, oké, maar Pop, dit wordt heel onredelijk. Weet je wat? Oké, een klein, Bob. Snap je het woord klein? Kan je het nazeggen? Oké. Aardappel. Nee, klein. Ah, oké. Bob, klein. Klein zwembadje. Klein, waar we kunnen afkoelen en dat soort dingen. Niet te groot maken, Bob, want anders wordt het heel onrealistisch. Een groot bed natuurlijk. Oh, wacht, deze moet al weg. Anders stoten we telkens je hoofd als je wakker wordt. Dat is niet ideaal. Dan maken we natuurlijk een nachtkastje met daarop een bloempotje. Met een mooi bloemetje erop. Even kijken, we doen die. Zo. Dit is wel cute, toch? Oh, deze zijn ook heel erg leuk om op te hangen. Kan je die ook hieronder... Oh, kijk. Dat is een stuk leuker dan die toortjes. Kan je die hier hangen? Oh, kijk. Erbovenop. En dan hangen we die hier ook eentje. Als je binnenkomt. Hier mag er denk ik ook nog een. Kijk nou. Zeg maar gewoon kleiner dan dit. Je Bub weet niet precies wat je bedoelt. Maar Bub gaat ermee aan de slag. Nee, Pop. Klein. Oh, dit gaat helemaal fout. Je gaat nooit geloven dat ik dit allemaal gebouwd heb. Oh, oké. Ik ga in ieder geval dit maken. We hebben nog... iets meer dan 2 minuten. Weet je wat? Nee, ik wil trouwens birch. Birch. Zo, pakken we die. Doen we een leuk birch zijkantje hier. En dit worden de nachttafeltjes zo. Nee, trouwens, dat ziet er niet zo mooi uit. We hebben eigenlijk ook een soort van inloopkast nodig. Waar we onze kleding in kunnen doen. Zo. Oké, dit is echt heel roze. Vinden jullie dit mooi? Het moet natuurlijk voor de konijntjes moet het niet... Nee, zij moeten niet ook nog tapijt hebben. Dat wordt echt... Dat wordt veel te veel. En dan zetten we wat mooie bloemetjes erbij. Het is natuurlijk... Het thema is blauw. En ik heb ook trouwens nog een camera. Deze hangen hier sowieso in de Club van Cosmore. Ik ga die denk ik gewoon... Kijk eens eventjes. Boom! Ik zet gewoon de camera bij mijn slaapkamer, zodat ik weet wie erin gaat en wie niet. Dan hebben we hier nog spullen. Ja, hoe ga ik dit mooi maken? Ik ga hier gewoon, denk ik... Oh nee, slabs. Ja, ik ga hier gewoon aan de zijkant slabs maken. Oh, dit is echt... Dit is wel heel roze, maar het is wel cool. Tijd is bijna op. Ik zet hier nog even een ding neer en daar nog even. Pakken we nog een... ander mooi bloemetje. Deze en deze. We hebben hier nog lanterns. Oh, ik heb hier helemaal geen tijd voor nog wat carpet op de grond. Zo. Pop is er nog steeds niet. Oh, dit gaat echt fout. Ik durf straks niet te laten zien wat daar allemaal gaat staan. Dit kan toch nooit een klein iets zijn wat hij aan het maken is. Oké, jongens, dit is een testje. Als jij nu nog steeds aan het kijken bent, plaats dan even kaas in de comments. En Wouter weet het natuurlijk niet dat ik dit heb gevraagd. Dus die zal denken, hè, waarom zit er overal kaas in de comments? Dat lijkt me wel heel erg grappig. Lijkt me heel leuk. 30 seconden. Oké, ik zet een banner neer. Ik pak deze kist. Die hak ik snel op. En dan zetten we die hier neer. Oké, ik ga even kijken bij... We hebben nog 20 seconden. Oh, please. Wees niet te groot. Wees niet te groot. En Bob! Tada! Bub is klaar! Nee, Bob. Dit kan niet. We moeten... Oh, we hebben 10 seconden. We moeten dit opruimen. Wat staat hier? Opgeruimde aardappel. Nee. Oh, jee. Het is...
Oh jee, het is tijd. Oké, wacht even. Bob, 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 we moeten hier verstoppen. Oké, Bob, 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 kom hier. Hier in het hoekje, kan je hier staan? Hier staan, snel, zo snel. Bob, hier. Bob, 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 ik kan heel eventjes niet uitleggen. Tot zo, ik zie je zo. Doei, Bob. Ik ben benieuwd wat Wouter allemaal aan het maken is. Die is waarschijnlijk weer een hele game room aan het maken en zo. De tijd zit erop. Oh nee, ik ben nog helemaal niet klaar. Ik ben ook niet... Ik heb maar een paar kleine dingen kunnen maken. Maar we gaan kijken wie van ons de winnaar is vandaag. Oh jee, maar ik ben echt nog niet klaar. Nee, 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 maakt niet uit. Maar het was ook 10 minuten. We moesten het heel snel doen. We konden niet al te veel maken. Nee, precies. Waarom zeg je dat zo? Nee, gewoon omdat ik ook denk zo van... ik had wel iets kunnen toevoegen. Oh ja, dat heb ik nou ook. Ja, nou ja. Laten we eerst bij jou kijken. Wacht, zie ik al? Ja, Heb je een camera opgehangen? Tuurlijk, voor de veiligheid. Moet natuurlijk wel veilig kunnen slapen. Nou, kom binnen in mijn roze kamer. Wow! Oh, er ligt hier nog wel wat rommel. Rommel. Zo. Wow. En kijk, ik heb een konijnenhokje gemaakt. Oh, kijk nou. Met ook, hier is het waterbakje. Er zit helaas geen water in, want ik had geen emmertje. Oh, nee. Maar dit zijn mijn 2 konijntjes. Oh, dit is heel cute. Dit is wel schattig, toch? Ik heb alles, kijk, ik was dus bezig met het plafond ook roze te maken. Dus dat is nog niet helemaal. Dat zijn wel de mooie details. Nou, laten we dan even bij mij kijken. Ik ben natuurlijk ook... Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je ook diertjes, of niet? Nee. Ik heb geen diertjes. Ik heb wel een camera voor de veiligheid. Ja, ik zie het. Aan de buitenkant. Wat heb je daar voor dure spullen staan? Nou, dat je een camera wil. Ik heb... Tada! Een prachtige, stylish kamer. Ik ging een beetje voor minimalistisch. Je hebt echt een supergroot bed. Ja, hè? Ik vond het ook wel vet met zo eromheen. En ik heb hier nog wat extra tafeltjes staan. De chest heb ik ook nog mooi opgeruimd. Dit is cool. Vet, hè? Ja, zeker. Maar wat zit hier? Zit hier een... Heb je een kast? Nee, ik dacht ja. Ik had gewoon nog wat tijd over. Een kast. Ja, het is een klein kamertje. Ik dacht van ja, je hebt natuurlijk een plek om te slapen. Maar je moet ook een soort van chill plek hebben. Een soort van, woonkamertje. Wat, je hebt nog. Je hebt nog een kamer gemaakt? Ja, kijk, maar die eerste kamer was ook een beetje. Een open haard. Ja. De eerste kamer was ook een beetje minimalistisch. Ik bedoel, er staat alleen een bed en een... dat is ook mijn kamer. Ja, nou ja, dat is ook wel goed. Heel goed. Maar ja, ik dacht ik doe ook nog een bank erbij. Dit is echt veel te luxe. Ik wil ook 2 kamers. Kunnen we vragen ik heb aan nog, Molly of ik misschien ook nog... Ik had nog wat tijd over. Oh, er zit er nog een deur. Ja, ja. Ik had gewoon nog wat extra tijd. Dus ik dacht, hoe dan? Ik heb alleen al over mijn kamer 10 minuten gedaan. Ik dacht, ik doe een klein gamekamertje erbij. Wat? Ja. Je hebt ook nog een gamekamer. Ja, maar ik ben de laatste tijd heel snel aan het bouwen. Dus ik word er steeds handiger in. Hoe heb je dit gedaan zo snel? Hey, in de merch. Ja, ik dacht, jongens, woutershop.nl. Check het eventjes. Wow, dit is echt cool. Ja, en ik dacht met die warme open haard is het ook als laatste kleine dingetje. Een klein zwembadje is het geworden. Zwembadje? Ja, ik dacht gewoon met die warme dagen. Je hebt nog een kamer. Ja, een klein. Wow. Ja, klein zwembadje. Wow. Dit is niet normaal groot. Nee, ik denk dat we misschien ook wel kunnen zeggen wie er heeft... Nee, maar dit kan gewoon niet. Hoe bedoel je? Wacht. Wat is er? Hoorde ik Bob? Nee. Jawel. Hoe bedoel je? Het komt hier vandaan. Dat kan niet. Bob die slaapt helemaal aan de andere kant van de club. Dit is echt heel raar. Ik denk dat je dingen hoort. Kom, we gaan terug en dan kunnen we ik de prijs... Ik hoor Bob hier. Nee. Kom, we gaan de... Bob! Help me! Hey! Lucia! Oh, heb je Bob gewoon ingebouwd? Nee, dat zou... Hey Bob, wat doe jij er nou? Hey Bob! Wat gek! Bob, heb jij dit gemaakt? Hallo, Lucia! Moet Bob nog een kamer maken, Wouter? Nee! Nog een kamer? Nee, wat zeg jij nou voor raar? Bob zegt echt rare dingen de laatste tijd. Oh, je bent echt een valspeler. Nee. Kom Bob, we gaan lekker. Hier heb je Eurnobels. Mensen die valspelen worden gedisqualificeerd. Nee, dit werkt niet zo. Ik heb gewonnen. Nee. Oh, jongens, nou laat het weten in de comments wie er gewonnen heeft. Misschien heeft Bob een klein beetje geholpen. Met een klein dingetje. Je hebt het wel heel mooi gemaakt, Bob. Het is wel een mooie slaapkamer geworden. Zo. Oh, jongens. Wat heb je hier? Opgeruimde Eurnobels? Ja, dat...
Dus denk ik... Ik weet ook niet hoe die daar komen. Ja. Dames en heren, hopelijk vonden jullie de video leuk. De winnaar die wint deze Bubcorn. Kijk eens eventjes. Yay. Van harte gefeliciteerd. Hopelijk vond het leuk. Smash een duimpje omhoog. Vergeet die kaartjes voor de bios te checken. Link in de beschrijving. En tot volgende keer, mensen. Doei. Ciao.